De 17-jarige Eva Bogaert uit Middelburg is een week lang naar Zimbabwe geweest. Eva is ambassadrice voor Zip Your Lip, een actie waarmee geld wordt opgehaald voor World Vision. Daarom mocht zij met een aantal andere jongeren gaan kijken wat voor werken met het geld in de ontwikkelingslanden wordt gedaan. Ik ben een week naar Zimbabwe geweest met 5 andere jongeren en 4 begeleiders. En daar heb ik gezien hoe ze mensen helpen in het land. Je hebt daar een heel groot ondervoedingsprogramma. Want mensen die moeten best wel ver naar school lopen. Dus ze kunnen niet, ze hebben 's ochtends niet zoveel eten. Sowieso hebben ze niet zoveel eten. Dan komen ze aan op school en dan kunnen ze zich dus niet meer goed concentreren. Dus daarom geeft Zip Your Lip maaltijden aan kinderen. Eva is er zelf helemaal van overtuigd dat het geld goed terecht komt. De reis heeft grote indruk op haar gemaakt. Vooral met de sponsorkindjes maakt het heel veel verschil. Mensen in Nederland kunnen een kindje sponsoren. En dan geeft ze een bepaald bedrag per jaar. En daarvan wordt niet alleen 1 kindje geholpen, maar eigenlijk heel de gemeenschap. Dus het geld gaat naar World Vision. En die verzamelt al het geld. En die kijken dan vervolgens hoeveel een bepaald kind nodig heeft. Dus we zijn ook bij een gezin geweest waarvan de moeder was overleden. En die hadden alleen nog een vader, maar die was besmet met HIV. Dus die was ook verstandelijk niet meer helemaal goed. En 1 kindje werd gesponsord en die kon dus naar school. En dankzij dat kindje wordt gesponsord, hebben die anderen ook nog een klein beetje eten. Nu wordt het tijd om haar ervaringen te delen met andere jongeren. Ik ga dus langs allemaal scholen. En door de experience tours, dus dat is met een gastlesdocent en die vertelt dan wat Zip Your Lip is en wat het inhoudt. Dan moet ik als youth ambassador vertellen over wat ik heb gezien daar. Dan moet ik dus gaan mensen proberen over te halen om mee te doen, omdat het geld heel hard nodig is.